Hallo, dit zijn de berichten voor de kreeft voor september. Welkom allemaal. Ik ga eens even aanvoelen wat er bij jullie speelt, lieve kreeften. Oh. Nou, eerst even in het hoofd. En ik voel ze op de hoogte van de ogen dat daar wel verdriet zit of zo, maar er zit net een soort van band om het hoofd heen. Het voelt ook achterin het hoofd. Oh. Net of het helemaal vast zit. Oké. Huilen mag, hè? Hou je niet tegen, zeg maar. Hou het niet tegen. Oké. Verder door het hoofd heen. Nou, dan gaan we even kijken voor de kreeft waar het verder nog zit. De longen. Oeh. Ja, die capaciteit is echt nog 35% of zo. Dus ja, dan mag je echt wel goed voor jezelf zorgen, zeg maar. Oké, nou dan gaan we eens even kijken. Nou, dan gaan we even kijken naar. Ik voel het nog in die rechterheup. En dat is toch een beetje dat je je zorgen maakt. En probeer je echt je zorgen los te laten, want dat is heel belangrijk. Zorgen los. Als je je zorgen maakt, dan, ja, dan blijf je je zorgen maken, maar dan komt er niks. Dus als je je zorgen loslaat en gewoon zegt van oké, ik leef in het nu en vandaag wordt weer een mooie dag en ik zorg goed voor mezelf. En als jij goed voor jezelf zorgt, gaat iedereen in je omgeving goed voor zichzelf zorgen. Hè? Nou, het hart ben ik nou ook even nog een beetje aan het de ui aan het pellen, zeg maar, om het hart heen. Hè? Zodat hij wat helderder wordt. Maar omdat die longen zo zijn aangedaan, hè, heeft dat hart ook. En ik had al die tranen, hè, dus er was al een verdriet. En dat gaat ook in dat hart zitten. Dus even kijken. Oh ja, ik voel het wel toch in beide heupen. Dus probeer echt zorgen los te laten. En kom anders langs, hè, dan kan ik je daarbij helpen. Ja, ik voel ook zelfs wel een beetje dat rechterbeen, in ieder geval bovenbeen. En de knie wordt ietsje minder. Maar ook het onderbeen en de enkel. Ja, juist op die punten van de botten, daar zitten wel punten. En dat betekent toch dat je je zorgen maakt. Oké. Verder nog voor de kreeft. Ja, die andere kant ook, ja. Het is aan beide kanten van de heupen. Hè? Dus dat basis. Dan maak je toch zorgen over woning, werk, alle basisbehoeften eigenlijk van het aardse. En oei, dat is best pijnlijk allemaal hoor. Poeh. Oké. Ja, ik weet niet hoe de toekomst gaat lopen. Ja, dat hoor ik uit het universum voor jullie. Maar lieve kreeften, dat weet niemand, hè? Dus je mag een beeld hebben van waar je naartoe wil. Dat ergens opschrijven of loslaten. En dan gewoon maar je leven leven. En dan komt het naar je toe, zeg maar.
Dus vertrouw op het universum, de rijkdom van het universum die je van alles wil geven. Hè? Kijk, jij kan je werk alleen maar goed doen door met al je input en alles wat je wil, je school of je werk te doen. En meer kan je niet doen. En doe dat gewoon. Deze maand is gewoon van, ik zorg goed voor mezelf. Ik doe gewoon mijn ding. En mijn ding is goed genoeg. En zie gewoon wat dat brengt. En blijf niet in de zorgen zitten. Dat is, ja, het is een heel mens eigen. En ik snap het. Ik kan jullie daar ook bij helpen. Maar, het zit er nog wel een beetje. Even nog. Nou, ik kan eens even kijken of ik jullie chakra's nog even kan helen. Is het een basischakra waar het probleem ook zit, hè? Heiligbeen, zonnevlecht, hartchakra. Keelschakra. Vraag om hulp en spreek je waarheid. Hè? Dan hebben we het derde oog. Dan het kruinchakra. Wauw, ik voel het stromen helemaal. Misschien voelen jullie dat ook. En dan ga ik nou even een kaartje voor jullie pakken, lieve kreeften. Voor de maand september, voor de kreeft. Een ridder van zwaarden, die is focused en gedreven. Hij komt voor zichzelf op, hè? Defensief en alles gaat heel snel komen. Dat is heel mooi, hè? Want events that move with great speed. Oh, en misschien is het belangrijk om juist intellectuele oplossingen te vinden voor uitdagingen dan emotionele antwoorden, zeg maar, op emotionele problemen of op problemen. Er komen opeens grote veranderingen en wees voorzichtig, ja. Review your options carefully. Dus loop voorzichtig, maar het gaat heel snel. Maar doe je stappen met wijsheid, hè? En soms moet je dat even met het verstand doen. En dan pas bij het gevoel kijken van, is dit nou goed? Weet je wel? Dus dat is... Maar het hart is wel belangrijk. Alleen nu is het een tijd omdat het zo snel gaat. Dat je soms ook... Bij wijze van spreken, de grond onder jezelf voelt weggaan. En dan moet je even met dat hoofd reageren. Hè? Nou, lieve kreeften, ik wens jullie een hele mooie maand toe. Vol licht en liefde. Dag.